Quick Boys, de nummer 10 van de ranglijst, op bezoek bij ASWH. Dat 17e staat. Quick Boys in de aanval. Dit is Ket en doelman Jansen heeft hem namens ASWH. Maatsen op Van Duin. Deze voorzet was ongetwijfeld anders bedoeld. Beide ploegen aanvallend nog altijd licht gehandicapt. Sam van de Kreken ontbreekt nog steeds bij ASWH. Van de Werp, dit is bijna een voorzet. Op Maatsen, doelman Jansen komt hem te hulp. En Runderkamp, Strandtang. In een melee van spelers. En dan komt ASWH goed weg. Maar het is duidelijk welke ploeg de lakens uitdeelt in het begin van de wedstrijd. Quick Boys moet het doen zonder Fernando Lewis. Dit is Bosman namens de Katwijkers. Dat is een aardige voorzet. Maatsen met de kopbal. Makkelijke prooi voor Jansen. Quick Boys heeft het hele seizoen al wat moeite met scoren. En dat zien we in de openingsfase van deze wedstrijd ook. Runderkamp. Centrale verdediger. Mee naar voren opgerukt. En dit schot met een zwabber erin. Gepakt door de doelman van ASWH, Brian Jansen. Maatsen dan met de verre ingooi. Dit is aardig van Van Duin. Het voorwerk wel, het afronden wat minder. U zult zich misschien afvragen, is er ook een andere helft van het veld? Ja, kijk maar. Maar die zien we wel pas in de tweede helft als Quick Boys de andere kant op speelt. Van Haren, bal met de kluts mee met Maatsen. En daar krijgt Quick Boys, waar het gezien de eerste helft recht op heeft, een 1-0 voorsprong. Het ging heel lang goed voor ASWH. En hier gaat het op een knullige manier mis. In de kluts krijgt Maatsen mee. En leiden de Katwijkers met 1-0. Dit is opnieuw Maatsen. Van Haren is rechts van hem. En Maatsen doet het zelf. ASWH laat aanvallend vrijwel niet zien. Staal. Rechts gaat, of links moet ik zeggen, gaat Mankwo. En Bekooi. Ja. Kansen genoeg. Van de Werp. Pires. Van de Werp. Nou, hé. Hey. De doelpoging van ASWA met de rechter van de linkerverdediger Van de Werp. Het is niet veel, maar het is in ieder geval al iets voor de ploeg uit Hendrik Ambacht. Van Haren. Vindt de opening bij Bekooi. Bekooi met de actie en de vingertoppen van Brian Jansen. Het is mooi om te horen in Hendrik Ambacht hoeveel supporters van Quick Boys er ook daar naartoe mee zijn gereisd. Ket, Mankwo, even druk van ASWH. Van de Bos. Van de Bos, dit is een pogingje van de helm. Maakt daar een hoekschop van, maar die levert ASWH niks op. En zo blijft het 1-0 gezien de kansenverhouding een hele rare tussenstand. En ASWH nog in leven. Admiraal. Uitblinken de laatste weken nog weinig van gezien. Maar dit is wel een assist van Luc Admiraal. Diego Snepvangers staat aan het einde. Zijn tweede seizoenstreffer. Scoort ook al tegen Spakenburg. En nu komt hij de bal achter Van den Helm. En is het een kwartier voor tijd 1-1. En dat is tegen alle verhoudingen in. Maar dat heeft Quick Boys toch echt aan zichzelf te wijten. Want je kunt wel zeggen, we zijn veel beter en we kregen de kansen. Maar verdien je een overwinning als je die kansen niet benut? Dat is natuurlijk ook de vraag. Staal op Naben. Naben stuurt Van de Werp het bos in en moet dan met een goede voorzet gaan komen. Naben met de voorzet. Maatsen. Staal, Quick Boys blijft het proberen. Staal, dit is bijna, maar... Zoals een collega ooit zei, in sport is bijna helemaal niet. Eindstand 1-1.